Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. Erfgoedonderzoeker Hilde Verboven en archeoloog Erwin Meilemans praten tussen pot en pint met specialisten over een van de meest tot de verbeelding sprekende periodes uit de geschiedenis, de Dark Ages. Vandaag aan de toog, archeologen Frans Theus en Pieter-Jan Dekkers. Iedere boer in Europa in de vroege middeleeuwen is niet meer dan 5 of 6 handschudden verwijderd van iedere andere boer in Europa. Huishoudelijk aardewerk, dat is een traditie die door de vrouw van de gemeenschap wordt gedragen en doorgegeven. De ijzerproductie die moet echt sky high de lucht ingegaan zijn. Detectie als soort zaklampen in een donkere kamer, zeg maar. In deze aflevering duiken we in de geldbuidel van de vroegmiddeleeuwse boeren. Want een bloeiende cultuur kan niet bestaan zonder economie of zonder handel. Maar hoe zag die economische maatschappij eruit en hoe ver ging die handel? Je hoort het hier aan de Archeotoog. Welkom allemaal aan de Archeotoog. Ik ben Hilde Verboven. En ik ben Erwin Meilemans en we zitten opnieuw in Café De Drie Klakken in Basel, de thuisbasis van de heemkundige kring van Wiskerke en ook een heel mooi en charmant museumpje. En we gaan het nog eens hebben over de Dark Ages, een periode die bij elke aflevering een beetje minder donker wordt. En deze keer hebben we 2 heren uitgenodigd die een uitermate frisse kijk hebben op deze almaar lichter wordende periode. Namelijk archeologe Frans Theus, zowat de peetvader van de archeologie van de vroege middeleeuwen. En Pieter-Jan Dekkers, die zich in het bijzonder verdiepte in deze periode in onze kustvlakte. Inderdaad, welkom heren. Dank u. Frans, jij bent hoogleraar middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Leiden. Recent gepensioneerd, maar nog altijd heel intensief betrokken bij allerlei projecten die te maken hebben met de vroege middeleeuwen. Onder andere het Rural Riches project, dat het over rijke, rurale boerengemeenschappen wil hebben. Geografisch ligt uw focus op Zuid-Nederland en Noord-België, maar uw blik reikt wel veel verder, want bij opgravingen vind je net veel aanknopingspunten voor uitwisselingen met andere regio's in Europa en ook in het Mediterrane gebied. Die databank van Riches, dat is ook een tongtwister eigenlijk, bedankt daarvoor, die is ondertussen heel uitgebreid, denk ik. Hè? Daar heb je al heel veel gegevens in gestopt. Ja, daar hebben we al zeer veel energie in gestoken. En een van de grootste problemen van de vroegmiddeleeuwse archeologie in Nederland, België, maar ook de ruimere regio eromheen in het Duitse Rijnland en Noord-Frankrijk, is dat er heel veel gegevens zijn, maar allemaal versnipperd. Losse publicaties. Ja, optikels oudere vondsten. Vondsten. En wij wilden onderzoek doen naar een groot gebied en er is geen overzicht. Dus we waren gedwongen het overzicht te maken. Er is nu de database en die heet nu op zijn Engels Navigating Early Medieval Europe. Ja. En die kan je online zien en inzien en dan zie je hoeveel er wel niet is uit deze periode. En die is openbaar, hè? Die kan iedereen bekijken. Ja, die is openbaar. Zullen ook de link in de show notes bij de aflevering hier zetten. Pieter-Jan, jij doctoreerde in 2014 over de kustvlakte in de vroege middeleeuwen aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2017 tot 2020 was jij verbonden aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken, waarbij dat je een opgraving hebt uitgevoerd in de handelsplaats Riebe, vikinghandelsplaats. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk echt wel de twee kanten van die Noordzeecultuur, waar we straks op terugkomen, gezien. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Je hebt ook altijd heel veel belang gehecht aan metaaldetectievondsten, daar gaan we vandaag nog zeker op terugkomen. Momenteel ben je terug in de kuststreek bezig met het TestRep-project en ben je recent benoemd, waarvoor proficiat, als professor aan de KU Leuven. Misschien het TestRep-project, hoe loopt dat? Goed. Het TestRep-project is er eigenlijk opgericht, gaat niet louter over de vroege middeleeuwen, maar over de hele lange geschiedenis en dat hele lange verleden waarin dat mens en landschap met elkaar in interactie zijn gegaan, hè. En toegespitst op een heel klein stukje van onze kustvlakte, het voormalige eiland Testrep. Dus het is heel, heel multidisciplinair eigenlijk, geografie, ja, geologie, historisch onderzoek, archeologie, metaaldetectie ook weer. Ja, komt er allemaal bij kijken, op land en op zee, dus we werken samen met een heleboel partners uit heel veel verschillende disciplines. Ja. Oké, super. Succes in ieder geval. Benieuwd naar de resultaten. Maar naar deze aflevering van vandaag gaan we terug naar de periode 400 en 750 na Christus, de vroege middeleeuwen. We hebben al gehoord in de aflevering van Oudenburg, onder andere en over Tongeren, dat van het Romeins gezag eigenlijk geen sprake meer is, hè, dat het hoofd uitheikt in die 5e eeuw.
Het nieuwe instituut, de kerk, buiten een aantal lichtpuntjes, zoals in Tongeren. Die arm die reikt ook nog niet ver genoeg. Van de Merovingische koningen is ook nog niet echt heel veel sprake qua gezag en qua invloed. Zeker niet tot in de afgelegen gebieden van de Kemp en de kuststreek. Daar ontstaan onafhankelijke boerengemeenschappen die het opvallend goed hebben, die goed boeren. Er heerst een milde vorm van anarchie, lijkt het wel, die misschien wel de sleutel is tot de rijkdom van onze regio in de latere middeleeuwen. Maar ja, misschien is het toch eerst nuttig van een soort van helikopterbeeld te geven van Noord-Gallië. In die periode van pakweg 400 tot 800 na Christus. Frans, kan jij misschien heel kort even duiden? Nee, dat lukt wel. Om te beginnen is vroegmiddeleeuwse archeologie in Noordwest-Europa, België en andere landen eigenlijk al in de 19e eeuw begonnen. En dat is heel eenvoudig te verklaren, omdat men in de vroege middeleeuwen in de graven van de overledenen een hele hoop aardewerk en wapens en sieraden plaatst. Dus die worden voortdurend gevonden. En zeker als de ontginningen van de 19e eeuw plaatsvinden, dan constant worden er vondsten gedaan en ontstaan lokale musea. Maar dat betekent ook dat heel lang de focus, de aandacht op die grafvelden zat. En dat daar alle kennis van onze vroege middeleeuwen tot voor kort eigenlijk op gebaseerd is. En nu zijn Vlaanderen en Nederland in die zin wel bijzonder, omdat het nederzettingsonderzoek hier wel een hele hoge vlucht neemt. Er zijn zeer veel nederzettingsopgravingen in Vlaanderen en in Nederland. Sinds de laatste tientallen jaren. Ja. En dat is een inhaalrace die heel snel gaat. En dat heeft natuurlijk met de soort van bodems te maken. Het is relatief makkelijk opgraven in Vlaanderen en in België. Wat is het beeld van de vroege middeleeuwen dan? Dat is een beeld waarbij het midden van de vijfde eeuw, er is wel iets, maar het is heel weinig. Het is heel dun. Veel nederzettingen weg, heel weinig graven. Dus we beginnen eigenlijk met de vroege middeleeuwen in onze streken opnieuw. Ja. Vanaf het midden van de vijfde eeuw. Er is wel wat. In Wallonië zijn iets meer grafvelden. Nou ja, en dan krijgen we dus een beweging van herkolonisatie, van herbezetting van Vlaanderen en Zuid-Nederland. En dat zie je dan met nieuwe grafvelden, met nederzettingen die opkomen. En dan zie je dus dat die boeren die in die nederzettingen wonen, plotseling allemaal spulletjes hebben van heel ver weg. Uit het Mediterrane gebied, nog verder weg, uit India en Ceylon. En in de eerste plaats is het heel verrassend dat die boeren dit soort materiaal allemaal in hun graven kunnen stoppen. Hoe komen die daaraan? En dan krijgen we natuurlijk het oude beeld van dat. Hebben ze allemaal via de aristocraten gekregen, maar dan moeten die wel zijn. En die laten zich heel moeilijk ontdekken. Bij al het nederzettingsonderzoek is nog geen echte goede aristocratische site gevonden voordat Karel de Grote het blijven paleis, eigenlijk allemaal boerengemeenschappen. Het blijven boerengemeenschappen. Ja. En voordat Karel de Grote zijn paleis in Aken bouwt, zien wij niets van die aristocratie. Ja. En dat is toch wel een opvallend gegeven, denk ik, ja. Dus eigenlijk op zich ook wel een vrij egalitaire maatschappij, min of meer. Ja, op dat vlak. Er zijn in een dorp altijd slimme mensen die de taal van de ander beter spreken en die dan bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van zo'n gemeenschap optreden. Dus die interne differentiatie, er is een heel moeilijk woord voor tegenwoordig. Het is niet hiërarchisch, het is niet egalitair, het is heterarchisch, heet dat tegenwoordig, zeg maar. Het zijn intern gedifferentieerde lokale gemeenschappen die niet, zeg maar, een continue hiërarchische differentiatie kennen, zoals je dat bij de aristocratie later kent. Het is dezelfde familie die constant aristocratisch is, maar dat zie je dus denk ik niet in die boerengemeenschappen. Okay. En voor de kustvlakte, Pieter, hebben we zo'n beetje hetzelfde beeld van eerst ontvolking en dan handelscontacten die toch blijven doorleven? Ja, in grote lijnen wel, ja. De vraag is in hoeverre je van ontvolking kunt spreken natuurlijk, want die Romeinen die waren wel aanwezig in die kustvlakte en die exploiteerden dat gebied. Maar hoe dicht bewoond het was, daar hebben we denk ik momenteel niet echt een beeld op. Het lijkt eerder vooral een gebied geweest waar men aan zoutwinning deed, waar men veen ging winnen, maar misschien niet noodzakelijk waar men in grote getalen ging wonen. Maar in elk geval, ja, in die vierde, vijfde eeuw verdwijnen de tekenen van bewoning daar. Ja. En het verschijnt eigenlijk pas terug in de zevende eeuw, zou ik zeggen zelfs. Ja, de zesde eeuw eigenlijk ook heel weinig aanwijzingen voor. De zesde eeuw hebben we quasi niks op de rand van de kustvlakte natuurlijk wel. De nederzettingen die uitkijken over dat slikken en schorgebied. Ja. Maar het is pas in de zevende eeuw. Bijvoorbeeld ook weer die site van Oudenburg, waar het Romeinse fort was, die blijft wel doorleven. Ja, inderdaad. Dus daar en dan eigenlijk heel de Romeinse weg richting Brugge. Daar kun je bijna spreken van lintbebouwing.
Dus daar zijn veel... Vlaams natuurlijk. Hè? Ja, voilà. Ja. En wellicht ook nog wel andere locaties ook langs die rand, waar we dan minder archeologische aanwijzingen hebben, maar toch wel indicaties dat daar wel een en ander gebeurde op die rand van de kustvlakte. Ja. En dat was omdat die kustvlakte ook onbewoonbaar was, omwille van getijdenwerking en... Ja, voor een deel wel. Dat verandert geleidelijk aan. En zeker in die 7e eeuw zien we permanente bewoning. Dus op dat moment was het zeker mogelijk. En daarvoor zal er wel seizoenaal gebruik gemaakt geweest zijn van het landschap. Om schapen te hoeden, misschien ook om te vissen, om zout te winnen. Ook zijn natuurlijk activiteiten die archeologisch moeilijker te vatten zijn. Dankjewel. Pieter, Jan en Frans, we gaan deze aflevering een beetje anders aanpakken dan we gewoon zijn. Deze keer geen chronologisch overzicht, maar objecten. Hier liggen voor ons een aantal objecten op tafel. Het is te zeggen, het zijn niet de objecten zelf, maar de afbeeldingen die we meegebracht hebben. Afbeeldingen van objecten die in archeologische vindplaatsen opgediept zijn en die eigenlijk wel iets vertellen over... het verhaal van de kustvlakte, over het verhaal ook van de boerengemeenschappen in de Kempen. En aan de hand van die objecten kunnen we misschien ons verhaal beginnen. Ik stel voor dat we eens gaan kijken naar de stukken aardewerk die hier liggen. Het is organisch gemagerd aardewerk, heb ik mij laten vertellen. Dat magere zelf, dat slaat op een bepaalde techniek of het materiaal waarvan het aardewerk gemaakt is. Kan je dat even toelichten? Ja, dus het materiaal, de hoofdsubstantie, de grondstof waaruit aardewerk gemaakt wordt, is natuurlijk klei. Maar om die klei werkbaarder te maken, of om die beter geschikt te maken voor waarvoor ze diende, om te verhitten bijvoorbeeld, dat ging men daar heel vaak iets aan toevoegen. Ook om het steviger te maken. Om het steviger te maken, inderdaad. Dus daar kunnen... en in dit geval heeft men dus gekozen voor organisch materiaal. Wat het precies is, is nog een beetje een voorwerp van discussie, maar waarschijnlijk onder andere wel gras of gedroogd gras, hooi, of je ziet hier en daar wel afdrukjes van duidelijk plantaardig materiaal, maar het kan ook mest geweest zijn bijvoorbeeld, of zelfs paardenhaar. Voeg dat materiaal toe aan je klei, je vormt je pot. Je bakt die pot en wat er dan overblijft natuurlijk, dat organisch materiaal brandt er opnieuw uit. Dus wat er overblijft is een heel donker gekleurd baksel, waar openingen in zijn eigenlijk. Hè. Dus dat blijft achter als holtes de indrukken van de magering. En dat is typisch voor het kustgebied, in die periode dan. Ja. Klopt, ja. Dus we vinden dat echt op de sites bijvoorbeeld langs de Zandstraat, die Romeinse weg tussen Oudenberg en Brugge, en dan ook in de kustvlakte, is dat het aardewerk dat men duidelijk in huishoudelijke middens zelf maakte. Als we een beetje naar het binnenland gaan, richting Scheldevallei, maar eigenlijk moet je helemaal niet zo ver weggaan van de kust om het al tegen te komen, dan heeft men aardewerk in een heel andere techniek, ook andere vormen, dat gemagerd is met wat men chamotten noemt. Dus voorgebakken aardewerk, wellicht Romeinse... Scherder, gruis. Eigenlijk. Ja, gruis, ja. Wellicht vermalen Romeinse tegelaai, die als magering werden gebruikt. Dus twee heel verschillende technieken die letterlijk met elkaar in aanraking komen, in de buurt van Brugge eigenlijk. Hè. Daar heb je zelfs sites waar ze beide voorkomen. Maar... En je zei er straks ook al op verschillende sites tussen Oudenburg en Brugge. Ik denk aan sites zoals die, denk ik, vroeger door Jan Hollevoet vooral zijn opgegraven, Roxum en zo. Ja. Dat zijn ook heel specifieke... huisplattegronden, hè? Die ook weer heel specifiek voor die cultuur zijn eigenlijk. Ja, dus daar heb je inderdaad een andere culturele uiting of een andere vorm van die, wat men in het Engels dan een community of practice noemt. Ja. En dat zijn huisplattegronden. En natuurlijk als archeologen vind je doorgaans, als het gaat over houtbouw, niets anders dan paalkuilen en de plattegronden en aardewerk. En aardewerk inderdaad. Scherpjes. Die... toch getuigen van een zekere eigen architectuur, zekere eigen huisbouwtradities in dat kustgebied, die opnieuw verschillen met wat we in het binnenland vinden. Dus dat gaat om rechthoekige huizen met heel veel gebruik van wandgreppels. Dus men gaat de wand eigenlijk voor een deel ingraven, terwijl men in het binnenland veel meer aan... men vindt daar paalkuilen, dus het gebouw wordt eigenlijk gedragen door op zichzelf staande palen die ingegraven zijn. Dus duidelijke verschillen. En het interessante daaraan is niet alleen dat je dus een soort eigen een maatschappij met interne tradities zou kunnen veronderstellen in het kustgebied, maar we zien diezelfde tradities ook opduiken in
oostelijk Engeland en langs de kust tot in Friesland en zelfs Noordwest-Duitsland in sommige gevallen. En dat is dan die uiting van die Noordzeecultuur? Zo kun je het inderdaad benoemen en die uit zich doorheen de tijd, eigenlijk doorheen de hele vroege middeleeuwen, op verschillende manieren. Maar er is wel een soort continuïteit in die connecties doorheen het Noordzee. En connecties, zijn dat dan uitwisseling van mensen of ideeën of alle twee, goederen? Zeker goederen. Ja. Natuurlijk, als we spreken over organisch gemagerd aardewerk, ook die huisbouwtraditie, zitten we eigenlijk nog net voor de periode waarin die handel echt gaat opbloeien. En dan spreken we eigenlijk over de late 7e, 8e eeuw, terwijl dat aardewerk dat is 6e, 7e eeuw al, en die huizen ook. Dus er zijn ook andere vormen van uitwisseling. Dat is geen community of practice die alleen bestaat door die intense handelsuitwisseling. Het gaat ook om sociale connecties. Er is vaak verwezen naar de migratieperiode als de verklaring daarvoor. Migratie die dan vanaf de derde, maar zeker in de vierde, vijfde eeuw zou plaatsgevonden hebben, waarbij men vanuit Noordwest-Duitsland, het zuiden van Denemarken, zowel Engeland, de kusten van Engeland, als de kust van Nederland tot in Vlaanderen, zou hebben gekoloniseerd. Maar ik denk dat je daar toch meer mag achterzoeken als je zo'n traditie hebt die eeuwen blijft geproduceerd worden. Zit je toch met meer complexe interacties, zit daar een continuïteit achter. Ja. En voor het aardewerk specifiek weten we antropologisch, huishoudelijk aardewerk, dat is heel vaak een traditie die door de vrouw van de gemeenschap wordt gedragen en doorgegeven, van moeder op dochter. Dus wat we kunnen veronderstellen om dat doorleven van die traditie te verklaren, maar ook de connecties doorheen het Noordzeegebied, is dat men huwelijkspartners uitwisselde. Ja. En dat was de manier waarop dat dan die tradities en gewoontes en technieken aan elkaar werden doorgegeven. Dus via contacten, uitwisseling van groepen die ergens wonen en die concreet een huwelijkspartner en niet uitwisselen in plaats van... Ja. In elk geval niet eenmalig een soort gebeurtenis of een korte periode. Geen grote invasie van... Dat ging niet snel, maar dat ging eigenlijk een beetje druppelgewijs over van de ene gemeenschap. Ja, zo zou je kunnen zeggen. En ook op taalkundig vlak zijn er theorieën die zeggen dat Noordzee-Germaans, dat Ingeonisch, mogen op dezelfde manier verklaren. Hè. Men spreekt daarvan. Dat nu eigenlijk nog een beetje doorleeft tot in het West-Vlaams dialect. Ja. Oké, voilà. Dus misschien nog een laatste restant ervan, inderdaad. Ja. Maar, Dus wat was de Ingeons? Ingeons, Oké, dat is ook wel heel moeilijk om op zijn West-Vlaams denk ik uit te spreken. Maar, Mag ook Noordzee-Germaans zeggen. Noordzee-Germaans, voilà. Dus het Engels en het Fries zijn daar de belangrijkste vertegenwoordigers van. Maar eigenlijk was dat een soort dialectcontinuum, noemt men dat in de taalkunde. Jij hebt eigenlijk een heel eenvoudig archeologisch object meegebracht, hè, het aardwerk. En Frans dacht vanuit Nederland, we gaan iets high-tech doen. Dus ik ga op de spits van de wetenschap iets meebrengen, namelijk isotopenonderzoeken. En die geven ook de laatste jaren heel veel boeiende resultaten over uitwisseling en contacten. Ja, isotopenonderzoek is een van de vele natuurwetenschappelijke technieken, moet ik zeggen, die de archeologie zijn binnengedrongen. En het is bijna niet meer denkbaar, modern archeologisch onderzoek zonder die natuurwetenschappen. En het is isotopenonderzoek. Het is een revolutie eigenlijk, de laatste jaren. Ja. Het is echt een technische revolutie. We hadden natuurlijk CV-datering en toen hebben ze ook al over die radiocarbon revolution gesproken, maar met de komst van chemisch onderzoek wat geschikt is voor archeologie, met isotopenonderzoek, met oud-DNA-onderzoek, met mineralogisch onderzoek, ook van het aardewerk bijvoorbeeld. Daar zijn we al echt heel... En met name het isotopenonderzoek, dat kan je op allerlei materialen loslaten, maar ook op menselijk botmateriaal. En hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? Isotopen zijn chemische elementen in... Ja, het is een bepaalde toestand waarin een atoom zich bevindt. En die isotopen die krijg je binnen met je voedsel. Mm-hmm. Met name water en planten. Tegenwoordig ben ik bang dat dat niet meer zo goed gaat werken, want dan zou ik een Belg zijn gezien de hoeveelheid spa die ik de afgelopen jaren heb gedronken. Maar met het water wat je binnenkrijgt in een bepaalde periode laat zich dat meten, zeg maar, het zogenaamde isotopenprofiel. En dat kan heel ver gaan, omdat verschillende delen van het menselijk lichaam zich op verschillende leeftijden formeert. En als je die bemonstert, dat is met name bij vrouwen, Pieter-Jan had het al over de uitwisseling van huwelijkspartners. Wij zijn met een grafveld bezig en dan zie je dat sommige... Dan hebben we drie isotopenprofielen van sommige vrouwen.
En er zijn er bij die hebben drie keer hetzelfde. Die zijn dus lokaal. Maar er zijn er ook bij die in hun jeugd een compleet ander isotopenprofiel hebben dan het profiel wat lokaal is. Die komen dus echt ergens anders vandaan. Nu is natuurlijk iedereen geïnteresseerd in waar komen die dan vandaan. En daar heb je een soort achtergrondkaart nodig. Je moet duizenden en duizenden locaties in Europa hebben die op hun isotopen zijn bemonsterd. En hoe fijner die kaart wordt, hoe gemakkelijker het is om het isotopenprofiel van een persoon te koppelen aan een isotopenprofiel van een gebied. Maar met isotopen kan je ook voedsel doen en voedselpatronen. En er zijn sommige voedselpatronen die Noordwest-Europees zijn, maar ook die meer Oost-Europees zijn. En laten nou bijvoorbeeld in dat grafveld van Lent met die isotopen iemand gemeten hebben met Lent dat Oost-Europees. In Nederland? In Nederland, bij Nijmegen, zeg maar. Dat is een van de weinige grafvelden waar dat heel uitgebreid, heel systematisch is gedaan. Isotopen, oud DNA, alle graven geserveerd, die dateert. Maar er is dus iemand met een Oost-Europees dieet in zijn lichaam. Die komt dus toch ergens, waarschijnlijk uit de Balkan. En die komt dan in Nederland terecht. Dus naarmate wij meer van dit soort grafvelden kunnen doen en isotopenonderzoek kunnen doen, gaan wij een beeld krijgen van een complete wandelaarsvereniging in de vroege middeleeuwen. En dan moeten we het niet hebben over 50 kilometer, maar over honderden en honderden kilometers. Dat doen ze niet waarschijnlijk in één jaar. Het kan zijn dat ze dat stapsgewijze doen. Maar de mobiliteit van gewone mensen in de vroege middeleeuwen is enorm. Ja. Dat beeld gaat de komende jaren zeker. Ja. En je vermeldde ook oud DNA. Dat geeft dan iets over verwantschappen en over familieverbanden? Ja, daar komen wonderlijke beelden natuurlijk tevoorschijn. Aan de ene kant, zo'n grafveld verwacht je. We hebben wel heel verrassende resultaten op het ogenblik. Een grafveld in Frankrijk en het grafveld wat wij nu hebben, zeg maar. In beide grafvelden liggen kinderen die geen ouders op het grafveld hebben liggen. Er zijn dus mensen die hebben een kind van 2-3 jaar dat sterft, wordt daar begraven, heeft het lokale isotopenprofiel, is daar geboren en getogen tot een jaar of 3-4. Maar er zijn geen ouders van dat kind op het grafveld. Die zijn weg. Zijn ze dan elders begraven? Of zijn die zullen ze vertrokken zijn of die zijn weg. En sommige kindergraven zijn heel rijk. En men vraagt zich altijd af, waarom worden die kinderen zo rijk begraven? Bij ons doemt nu het idee op dat bijvoorbeeld dit soort kindergraven aangelegd zijn door mensen wiens kind is overleden. Dat heel rijk begraven en een soort afscheidsritueel organiseren, want ze gaan weg. En dan wordt zo'n kind heel rijk begraven en dat zou erop kunnen duiden dat men al voorzag dat men weg zou gaan. Men laat dus wel iets achter op de plek waar men dan een tijd lang gewoond heeft. Dus dat zijn gemeenschappelijke grafvelden of dat zijn grafvelden die... Ja, wij hebben 60 graven die drie generaties bestaan. Dus dat zijn 20 graven per generatie, dat zijn 3 of 4 families. Je zou denken dat die dan aankomen en die blijven een tijd lang wonen en dan houdt het grafveld op. In Lent hebben we toevallig een 7e-eeuws grafveld wat ernaast ligt, dus dan gaan ze misschien daar naartoe. Maar die 6e-eeuwse begravingen, dat laat zich niet keurig reconstrueren in hier wonen 3 families, 3 generaties lang. Het is een warboel. Het is een komen en gaan eigenlijk. Het is een komen en gaan. Nu, uiteindelijk, maar als je kleine gemeenschappen, kleine boergemeenschappen, je kan niet binnen je eigen gemeenschap blijven uithuwelijken natuurlijk. Nee. Je moet eigenlijk partners gaan zoeken bij de buren of nog een beetje verder weg. Ja. Dus uiteindelijk. Dat was ook in Kokseiden. Dat is ook heel veel gedaan, zeg maar. En daar verbaasde men ook over dat het feit dat het niet zo'n keurige familiebegraafplaats was. Maar hoe kleiner de gemeenschap, precies wat je zegt, hoe kleiner de gemeenschap, hoe meer mobiliteit vereist is, wil je geen ongelukkige kinderen krijgen in 1 of 2 generaties. Dus je moet huwelijkspartners. Ja. Nou, dat komen en gaan, en dat is echt fascinerend. En zien we daar nog een laatste vraag over die isotopen en over algemeen dat beeld van die migraties? Want we zeggen altijd van dat dan die volkerenwanderingssite, dat de Franken zijn die toekomen. Hebben we iets als een genetisch Frankenprofiel of is het veel complexer? Het natuurwetenschappelijk onderzoek, met name de DNA en isotopen, kent ook grote valkuilen. Ik heb nu al verschillende aanvragen gezien waarbij men dat wil gaan doen. En op de eerste pagina staan al 3 of 4 van die etnische termen. Franken, Langobarden, die lopen van helemaal Scandinavië naar Italië, bij wijze van spreken. En ik denk dat dat het verkeerde uitgangspunt is. Ik denk dat je eerst die lokale gemeenschappen moet begrijpen, zeg maar, voordat je aan die grootse beelden van 100.000... Ze hadden geen paspoort van ik ben Frank of ook. Nee, dat is, ik denk dat een ouderwets migratiebeeld is, zeg maar. En stel je even voor dat je archeoloog bent kort na de Tweede Wereldoorlog, wat je toen zag aan migraties.
Europa was geweldig in beweging, massaal, zeg maar. En dat ook na andere oorlogen, dat moeten beelden zijn, die zijn zo ingeprent in de hersens van mensen dat men bijna niet meer anders kan gaan denken. Maar het ging anders. En zoals de migratie nu, hè, naar, vanuit Noord-Afrika of vanuit Turkije, Syrië, Afghanistan, die komen niet met honderdduizenden tegelijkertijd. Die komen stuk voor stuk en één voor één. Het resultaat is natuurlijk toch dat er heel veel mensen hier wonen uit die streken. Maar het proces, hoe dat is gegaan, dat kan ons heel veel leren van hoe wij moeten kijken naar die grote volksverhuizingstijd toen. Dat is een mooie conclusie, denk ik. Het beeld van Europa na de Romeinse tijd is dat dat fragmenteert, versnippert. We hebben Anglo-Saxen, we hebben Franken, Alemanni, Thuringi, Langobarden en Goten. En ieder hebben zo zijn eigen kenmerken. En dat beeld is door de bronnen, de geschreven bronnen bepaald. Maar als wij als archeologen even stevig aan de gang gaan, dan zien wij dat gewone mensen dit soort netwerken over heel Europa hebben. En dat daar onder dat beeld van een fragmenteerd Europa een soort verenigd Europa is. Het verenigde Europa van boeren, zeg ik dan maar. En die hebben die netwerken over... Ja. Iedere boer in Europa in de vroege middeleeuwen is niet meer dan 5 of 6 handschudden verwijderd van iedere andere boer in Europa. Daar ben ik bijna eigenlijk wel van overtuigd. Ja. Nu, mensen blijven niet waar ze zijn. Ze zijn heel mobiel. Ze verplaatsen zich. Ze doen dat over zee of over land. En dat brengt ons eigenlijk bij het volgende voorwerp. Het is... Ik ga het bekennen, toch een beetje een van mijn favorieten van de voorwerpen aan deze tafel. Met name een Vlaams topstuk het boekbeeld ook, van Appels, een Vlaams topstuk inderdaad, dat wel niet meer in Vlaanderen zit, maar in het British Museum. Ik ga wel een replica gaan bekijken in het Vleeshuismuseum van Dendermonde. Okay. Dus dat is een afgietsel dat, daar, dat je wel kan gaan bekijken. Ja, maar het is een heel bijzonder voorwerp, hè. Ja. Om er een beeld van te schetsen, wat ik voor mij zie is een houten... staaf zal ik het niet noemen, maar een 1,5 meter groot ongeveer, met een opvallende dierenkop. Het is een onderdeel van een schip, als ik mij niet vergis. Het ziet er een klein beetje uit als in stripverhalen het boegbeeld van een vikingschip. Dus die dierenkop met een gapende bek, daar zitten afschrikwekkende tanden in. Je ziet ook een lange nek in houtsnijwerk, dat er een beetje als vlechtwerk uitziet. Zo... We weten dat het een onderdeel is van een schip uit de manier waarop het gevonden is. Hè? Ja, het is in 1934 gevonden bij baggerwerkzaamheden in de Schelde. En de berichten zouden zijn dat er meer hout bij gevonden is. Dat waarschijnlijk toch van een schip of van een boot. Hè. Het is moeilijk in te schatten hoe groot dit schip is geweest, denk ik. Mm-hmm. Maar de eerste... En zo staat het ook nog altijd in het boek, hè, als een viking... drakenkop van een vikingboot. Nou, de vraag is of het een drakenkop is, maar ja, dat doet het goed natuurlijk bij het grote publiek. En het is in het British Museum en die waren toch ook wel nieuwsgierig naar wat het nou eigenlijk is. En die hebben toen een zogenaamde C14-datering. Met koolstof kan je meten hoe oud iets is. En iets zegt mij nu dat daar een verrassend resultaat gaat uitkomen. Ja, dat is al een tijdje bekend, maar dat was wel heel verrassend. Want die datering, voor de wetenschappers was het 1550 plus of min 105. Die plus of min 105, dat is wel heel jammer. En ik heb gisteren ter voorbereiding toch nog maar eens een keer het gekalibreerd, zo heet het, zodat we kalenderjaren krijgen. En het is nou met 93% zeker dat het tussen 320 en 664 dateert. Dus zeker geen viking. Het is zeker geen vikingen, die hadden we toen nog niet. Maar nu is even de grote vraag, moeten we dit fantastische object, want we gaan nog een paar, maar Vlaanderen beschikt wel over een aantal vroegmiddeleeuwse absolute topstukken. En dit is er eentje van. Is dat iets later Romeins? Hoort het nog in de Romeinse cultuur terecht? Of is het toch Merovingisch? Zitten we in de 6e eeuw of in de 7e eeuw? Dat kunnen we met deze datering niet zeggen. Nou, als je nou naar het object kijkt, je had het over die versiering op de, zeg, laten we het even de nek noemen van het beest. Dat doet mij dan toch wel weer heel sterk denken aan de versiering op laat-Romeinse gordelgarnituren. En dat is dan op metaal, maar dat wordt dan weer ontleend aan houtsnijwerk. En het zou me niks verbazen als we een voorbeeld van dat houtsnijwerk zien op die nek. Dus als ik hier een pint zou moeten inzetten, dan zou ik zeggen eerder laat-Romeins dan vroeg-middeleeuws. Omdat ik eigenlijk uit de vroege middeleeuwen
Ja. Deze versiering doet bij mij geen belletjes. Nu, er zijn die Scheldeva, de beneden de Scheldeva, zijn nog scheepsonderdelen gevonden die dan wel in de vroege middeleeuwen duidelijk dateren. Het wijst alleszins op het belang van die Schelde en de rivieren als een handelsnetwerk. Nee, dus, absoluut. Ja. Kijk, België en Nederland zijn gezegend met drie hele grote, belangrijke rivieren. De Schelde, de Maas en de Rijn. De Rijn is dan even niet in Vlaanderen. Maar de Schelde en de Maas, dat zijn echt hele cruciale verbindingsroutes in Europa, zeg maar. De Romeinen die hielden van grote wegen bouwen en dat deden ze in een moordend tempo en dan dwars door alles heen. Maar als je naar de handelsnetwerken kijkt van de vroege middeleeuwen, dan kijk je toch echt wel naar rivieren en de zee. En op zijn Engels heet dat dan van een road-based naar een river-based uitwisselingssysteem. En moeten we dat dan voorstellen, effectief handelaars via dergelijke schepen af en toe die rivieren opvaarden? Of ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld zijn die van ver kwamen of via een heel uitgebreid netwerk? Ja, die moeten echt een heel uitgebreid netwerk. Later in de Karolingische tijd dan krijgen we ze in de bronnen te zien. Maar wij weten uit bijvoorbeeld het onderzoek van de jaarringen van hout, dat al in de vroege 7e eeuw wijn uit Midden-Duitsland naar onze kuststreken werd vervoerd. Ik noem dat maar even handel in bulkgoederen. Dat moet echt jaar in jaar uit op schepen via de Rijn, via de Maas, via de Schelde hebben plaatsgevonden, zeg maar. En de grote vraag is natuurlijk hoe dat is georganiseerd. En daar hebben we wel vrij recent wel nieuwe ideeën over, zeg maar. Nou, dan vraag ik mij af hoe dat dan concreet gaat. Hè? Je hebt schepen die bulkgoederen meebrengen. Die moeten op een bepaald moment van een schip afvormen. Zich daar dan kleine handelsplaatsen? Of is er overslag op en gaat dat dieper het binnenland in? Ja. Hoe gaat dat heel concreet? Ja, in Nederland hebben we er verschillende van opgegraven langs de rivier. En dan zijn dat hele eenvoudige stijgertjes. Langs de rivier vind je overal oeverhaventjes. Er komt zo'n schip aan en dan wordt er 1, 2 van die tonnen, die worden dan op de kant gezet. En ik gebruik een Braziliaans model van hoe dat gaat. Dat gaat zonder geld, gaat zonder munten. Dat is zeg maar een systeem met krediet en met een schuld en dat wordt onthouden. Ze komen daar met een boot aan en dan vertrekken ze van het kustgebied en dan gaan ze de rivier op en dan hebben ze geweren en zout en limonade en bier en die boot zit helemaal vol. En dan komen ze bij zo'n dorp aan en wil die vent die daar woont, die wil een geweer hebben. Ja. Dus, en er wordt dus eindeloos onderhandeld over een geweer. Kost €125. Die vent die krijgt een geweer, maar je ziet geen geld. Die vaart verder tot een boot leeg is en dan wacht hij 2 maanden en dan komt hij terug. Want die lui die op de oever wonen, die verzamelen krokodillenharden. Ze verzamelen Braziliaanse noten, die halen ze gewoon uit het oerwoud. Er staan dus 6 zakken noten klaar. En die vent die komt terug en die noten moeten gekocht worden. En dus eindeloos onderhandelen, €112 gaat die vent betalen voor de... Maar die krijgt 125, het verschil is €13. Ja. Dat wordt niet verrekend. En dan gaat die vent dus naar de kust en die verkoopt daar al die noten, die handelaar. En dan krijgt hij dus een hoop geld voor. Want dan zit hij plotseling in een kapitalistisch systeem. En dan koopt hij weer een hele hoop spullen en dan gaat hij weer terug en komt hij weer bij dat dorp terug. En dan heeft hij geen geweer, maar dan moet hij een zak suiker hebben en die kost dan €110. Nee, dan begint het hele spel weer opnieuw. Ik ga nou eens vragen aan antropologen of ze daadwerkelijk iets opschrijven. Maar er komt geen geld, er komt geen munt, er komt geen geld aan te pas. Want het is opvallend dat langs belangrijke rivieren vrijwel geen munten worden gevonden, terwijl we zeker weten dat die handel plaatsvindt. Ze doen het zonder munten. Ja. Maar we komen nog op Siatas geloof. Ja, precies. Ja, ik denk inderdaad, Pieter-Jan, jij hebt dan weer een ander model meegebracht van economie van handeldrijven, denk ik. De Siatas. Dat zijn wel munten die dan in het Noordzeegebied worden teruggevonden. Die moet een heel klein beetje voorzichtig zijn wat ik zeg, want Frans heeft recent, of nog een aantal jaar terug, toch een heel belangrijke studie over de Siatas uitgebracht. Maar ik heb ze meegebracht omdat we stilaan, opnieuw dankzij detectievondsten, clustertjes beginnen zien in die kustvlakte waar we dit soort muntjes vinden. De Siatas zijn 8e eeuwse, beginnen in de late 7e eeuw, 8e eeuwse zilvermuntjes. Die in vrij grote getalen voorkomen doorheen het Noordzeegebied. Kust Vlaanderen is zo'n beetje het grensgebied, maar in Nederland komen die veel voor, zeker in Engeland. In heel veel verschillende types, maar opvallend is dat daar geen duidelijke muntplaats op staat, dat die qua iconografie niet zo heel eenvoudig te ontcijferen zijn. Maar het belangrijke daaraan is dat het zilvermuntjes zijn. En daarvoor
gebruikte men, om het even met de grove trekken te schetsen, gebruikte men goudmunten, die natuurlijk van een hogere waarde zijn. En die omslag die wordt algemeen beschouwd als een echte boost voor de handel. Je kunt ineens veel gemakkelijker monetaire uitwisselingen gaan doen. Ja, in zo'n uitgebreid handelsnet. Een kleinere geldwaarde vertegenwoordigen dan gouden munten. Dus je kan daar ook eenvoudigere voorwerpen mee aankopen. Heeft dat daarmee te maken? Ja, het is gewoon een kleinere hoeveelheid of een kleinere waarde. Dus je kunt er gemakkelijker mee handelen. En dat geeft natuurlijk een enorme stimulus aan de economie. Of enfin, de handel bloeit op en het verschijnen van dit soort muntjes hangt daarmee samen, laten we het zo zeggen. Ja, dat zie je dan ook op andere vlakken in de archeologie. De uitwisseling van aardewerken, huiden, honing eigenlijk, hout. Zeer zeker. Die in allerlei regio's doorheen Noordwest-Europa worden geproduceerd en gaan circuleren doorheen dat Noordzeegebied. En dankzij die seatas kunnen we vermoeden dat onze Vlaamse boeren aan de kust ingeschakeld is in dat netwerk van... Ja, effectief. Ja. We weten, dankzij opgravingen, dat zij aan wolproductie deden, dat zij schapenkuddes hielden in dat kustgebied. Hè. Op die zoutweides is het moeilijker om vee runderen te houden, maar schapen die doen het daar heel goed. En wol is veel waard. Hè. Ook die Friese mantels, zoals het dan in de geschreven bronnen wordt genoemd, die komen naar voren als een belangrijk handelsgoed en een heel waardevol kwalitatief product dat verhandeld wordt. En we kunnen alleen maar veronderstellen dat wat wij nu Vlaamse boeren noemen, dat die eigenlijk ook binnen dat grote gebied Frisia vielen. Ook landschappelijk klopt dat wel. En dat ook zij dus die producenten waren van die Friese mantels. Dus die schatas, die geven ook weer een beeld van diezelfde eenheid langs dat Noordzeegebied en netwerk en uitwisseling handelen. Het netwerk zet zich verder, ja. Inderdaad. En die connecties spelen zich op verschillende niveaus. Hè. Dus ook economisch, maar ook sociaal. Je ziet het op de hoogste niveaus van de sociale ladder. Als je dan naar Sutton Hoo en Vendel in Zweden bijvoorbeeld gaat vergelijken, dan zie je dat daar ook een heel sterke maritieme connectie moet geweest zijn. Ja. Ik denk dat seatas uiteindelijk in heel beperkte gebieden zitten en die gebieden waar die handelaren zitten. Die spelen dezelfde rol als in rivier naar Oudenaar. Het is een middel, denk ik, wat alleen maar in hun circuit circuleert en verder niet de economie ingaat. Het is niet zo dat het een wettig betaalmiddel is voor de boeren in de campen, bij wijze van spreken. Want het is een ruilmiddel, maar zonder dat het echt ruilhandel is. Maar binnen één sociale groep, en dat is die groep van die lange afstandshandelaren. Ja. En er bestaan, zoals langs de rivier, dan ook belangrijke handelsplaatsen langs de kust, of? In Vlaanderen zijn die moeilijk te vinden. Hè. Het gaat waarschijnlijk eerder om kleine plekjes, die clusters met seatas, waarschijnlijk wel. Als kleine handelsplaatjes, kleine marktplaatjes misschien dienden. We hebben zo'n cluster in de pannen in wat vandaag de Westhoekduinen zijn. Hè. Maar ook in de buurt van Brugge is er zo eentje waar men eigenlijk via een getijdengul tot bijna vlakbij de rand van de kustvlakte kon varen. En daar kwamen de boeren uit de omgeving, de wolproducenten, waarschijnlijk op af om dan hun producten te verhandelen. Het kriebelt ondertussen wel om daar ook op dat soort sites een kleine opgraving te gaan doen om meer te weten te komen van de functie van die sites. Ja, absoluut. Die metaalvondsten die blijven heel moeilijk te grijpen door opgravingen, maar je ziet ze wel in die collecties van hobbyisten opduiken. We hebben trouwens nog een ander object dat je had gesuggereerd van een metaaldetectorist van Johan Toussaint. Zij hebben gaan bezoeken en daar is een stukje opgenomen. En ik stel voor dat we daar eerst eens naar gaan luisteren en nog eens terugkomen op die handelsconnecties en het belang van die specifieke vondst. Ja, is goed. Hallo, ik ben Johan Toussaint uit Varsenaren, al 15 jaar metaaldetectorist. Vandaag wens ik jullie een vondst te tonen waar ik heel trots op ben. Met name een fragment van een zilveren filigraan mantelspeld uit de vroege middeleeuwen. Mijn zoekgebied is de streek hier. Jabeke en zijn deelgemeente vooral, omdat je de lokale geschiedenis beter leert kennen. De periode, eerder de periodes, die mij interesseren zijn de Merovingische periode, Karolingische periode. Snellegem was een Merovingisch kroondomein en leefde ook nog door in de Karolingische periode. We kennen allemaal de afbeelding van Romeinse beugelfibulas die nog het best gelijken op een veiligheidsspeld. Maar hier maken we een sprongetje van de Romeinse periode naar de gelijkarmige fibulae in de eerste helft van de 9e eeuw. Deze fibula bestaat uit een dikke, rechthoekige, gewelfde basisplaat in zilver
en die dan rijkelijk versierd is met motieven van geprofileerde zilverdraad en zilverkogeltjes, de granulatie. Dus de beugel en de andere eindplaat ontbreekt, maar ook de naaldbevestiging. Het meet ongeveer 14 op 14 millimeter. En ik denk, naar schatting, moet de volledige fibula ongeveer 4,5 centimeter lang geweest zijn. Toen ik het stukje vond, het was volledig aangekoekt, maar ik kon het een klein beetje vrijmaken. Dat was kort nadat er een tentoonstelling geweest was. Daar lag ook de fibula van Snellheim, dus de volledige fibula. Ik zag al een klein beetje het verband. Ja, en dan zie je toch heel duidelijk de filigraandraad en de kogeltjes. We hebben dus een stukje basisplaat en daarop liggen voluten. Dat zijn filigraandraden die eindigen in een lus. Telkens in die lus wordt zo'n kogelke ingeplant. Zo is dat opgebouwd en dat lijkt misschien allemaal redelijk evident, maar het is een topstuk van Karolingische edelsmeedkunst. En waarom? Omdat het vol zit met een heel complexe decoratieve technieken die niet evident zijn. Een studente, Hanne Schonkeren, heeft daar een case study van gemaakt voor haar masterthesis en heeft dat nagemaakt en is op heel wat moeilijkheden gestoten en heeft vastgesteld dat het voor die tijd een huzarenstukje moet geweest zijn om het te maken. De basisplaat die is niet helemaal rechthoekig, maar die heeft een geschulpte rand. En op ieder geschulpte rand zit dus zo'n volute met een kogelke. De kogelkes zelf zijn niet allemaal 100% dezelfde afmeting, maar die passen wel 100% in elke lus die gemaakt wordt. Om dat te laten passen en om dat op de juiste positie te solderen, dat moet een huzarenstukje zijn om dat te realiseren. Dus wat dat betreft, weerom een bewijs dat de regio hier, dat de Karolingische aristocratie, of toch mensen met heel veel aanschijn, hier leefde. Het is plezant als iedereen een keer wat vindt. Iemand vindt een belangrijk stuk, iemand anders vindt een belangrijk stuk. En het vult elkaar aan. Het is niet zo dat wij als concurrenten gaan zoeken. En dat is het mooie aan metaaldetectie, dat het gevonden wordt. Want als het niet gevonden wordt, dan zal het ook nooit meer gevonden worden. Ja, die filigraanfibula is natuurlijk, ik ging bijna zeggen, een uniek stuk, maar het blijkt dus dat er twee zijn, tot onze grote verbazing. En dus één volledig, of quasi volledig bewaarde, prachtig versierde zilveren fibula. En dan nog een tweede fragment in die collectie van Johan Toussaint. Toont toch heel mooi aan hoe belangrijk die samenwerking met detectoristen is. Hè? Die mensen die jarenlang bijna elk weekend met een detector de velden optrekken en een grootschalige prospectie uitvoeren, ook zou je kunnen zeggen, waar wij als archeologen zeker niet de middelen voor hebben. Heeft dat ons beeld van de vroege middeleeuwen al veranderd, die detectievondsten de laatste jaren? Ja, want voor 2016 is het ook bij ons toegelaten van te zoeken. En daarvoor gebeurde het natuurlijk. Ja. Dus ook al tijdens mijn doctoraat heb ik detectiecollecties kunnen raadplegen en daar wel gezien dat je daar ineens toegang krijgt tot een onderdeel van de materiële cultuur. Dat bij opgravingen heel zelden opduikt. Maar ineens zie je tientallen mantelspelden in allerlei verschillende stijlen en op verschillende locaties in het landschap. Het grote voordeel daarvan is dat je die verschillende types, die verschillende decoratiestijlen enzovoort, dat je die ook vrij nauwkeurig kunt dateren, vaak veel nauwkeuriger dan aardewerk bijvoorbeeld. Dus ook op dat vlak bieden die metaalvondsten echt een groot voordeel. Ja, en ik hoor er ook een pleidooi bij voor het correct melden van dat is natuurlijk een grote voorwaarde. Hè? Een vondst die gewoon in een collectie, in een vitrinekast zit, daar heb je niet veel aan. Ben ik als onderzoeker heel weinig mee. Die informatie moet ook doorstromen, moet ook gedeeld worden. Ik heb gisteren nog een kaartje naar u doorgestuurd van de meldingen van vroegmiddeleeuwse vondsten. En die clusters, zoals je die vermeldt, rond Brugge, komen er echt wel uit, hè, via die metaaldetectievondsten. Ja, dus op zich is dat effectief. Wel heel duidelijk dat er kenniswinst en heel waardevolle informatie te vinden is. Ja, absoluut. En vaak kunnen we ook, bijna eigenlijk in elk geval van die clusters, kunnen we die ook landschappelijk plaatsen in dat getijdenlandschap. En zien we ook wel dat dat klopt, dat dat geen willekeurige vondsten zijn in een het plaatje klopt helemaal. Ongedifferentieerde ruimte, maar dat locaties zijn waar we weten, oké, hier moet de schorre vroeg opgeslipt zijn. Hier zit een soort pleistocene opduiking, waar men waarschijnlijk zich al vrij vroeg in de meerwingsperiode al gevestigd heeft. Specifiek voor dat landschap, waar er ook goede bewaring is van metaal, dat mag er ook bij gezegd worden, zijn die metaalvondsten echt als een enorme bonus qua
qua kennis gebleken. Die fibula, dat is een topstuk, maar je hebt ook nog een topstuk, of toch een foto van een topstuk, meegebracht, die ook aan de rand van de kustvlakte is teruggevonden. Gouden munt uit Vinkum, die dan weer... Een gouden ring uit Vinkum, die dan weer uit de periode dateert die we eigenlijk aan het bespreken zijn vandaag, uit de 7e eeuw, dacht ik. Vroege 7e eeuw. Het is een gouden ring, hè, voor de luisteraars die hem natuurlijk niet kunnen zien. Het is een gouden bandring met een soort medaillon erop, opnieuw met filigraandraad versierd. En filigraan, dat is een metaaldraad in zilver of goud, die op een speciale manier bewerkt wordt en gesoldeerd wordt op die metalen plaat. Ja, dat is juist. Ja, heel, heel fijn edelsmeedwerk natuurlijk om dat te gaan doen. En die ring, die in de brede periode rond 600 na Christus valt te dateren. En een type dat, laten we zeggen, Waals, Noord-Frans is. Dus vooral in die streek wordt aangetroffen. Ja. Dat specifieke type is best wel bijzonder, omdat het ook in wat in Frankrijk dan die Merovingische koninginnengraven wordt genoemd. Dus je hebt een aantal heel hooggerangde dames, waarvan we de naam ook vaak kennen, die een dergelijke ring van dit type min of meer droeg. Maar het wijst inderdaad op die connecties. Hè, met die aristocratie, die begint op te komen in de... In Frankrijk. De 6e, 7e eeuw. Ja, inderdaad. En de locatie is ook heel interessant. We zitten opnieuw op de rand van die kustvlakte. Er zijn nog een aantal andere vondsten in die regio die erop wijst dat daar ook wel een en ander aan de hand is. Maar het is een gebied waar vandaag weinig ontwikkeling plaatsvindt, plateau van Isenbergen. Waar we dus ook als archeologen eigenlijk zelden zelf het terrein op worden geroepen, hè. Dus opnieuw, detectie als een soort zaklampen in een donkere kamer, zeg maar, voor archeologen. Ja. En nog meer op de rand, ook een heel speciaal object, heeft Frans meegebracht. Uit Lommel of All Places, vroeger gevonden bij de opgraving van een Merovingisch grafveld. En dat is wel een heel exotische vondst. Ja, dat is echt... Het is een relatief klein, onooglijk object eigenlijk in eerste instantie. Wat je ziet... Dat zijn vier kleine rechthoekige blokjes brons. Dat zijn muntgewichtjes. Maar omdat bronscorrosie de omgeving conserveert, is er ook hout bij. Eigenlijk het middelste deel van een bakje, een houten bakje, waarin die munten zijn ingevat, omdat er uitsparingen in het bakje zitten. Zijn het munten of zijn het gewichtjes? Het zijn gewichtjes om munten of andere edelmetalen te wegen. Het is eigenlijk een weegbakje. Het is een bakje om munten te wegen, zeg maar. En wat er niet bij zit, maar want je kan zien, als je heel goed kijkt, wat er wel geweest moet zijn, dat is een balans, dus een arm met drie kettingjes en een schoteltje eraan, waaraan je aan de ene kant een gewichtje legt en de andere kant een aantal munten. Dat moet erbij gezeten hebben. Dat is er niet meer bij. Maar wat is nou zo bijzonder aan deze dingen? De gewichtjes heten al Byzantijnse muntgewichtjes. Dus die komen uit Byzantium, uit het oostelijke mediterrane gebied. En op mijn verzoek heeft men nog eens een keer opnieuw naar het hout gekeken. In het museum in Brussel is het object terechtgekomen, zeg maar. En het is dus inderdaad mediterraan hout. Het is hout uit het mediterrane gebied. Nu zijn er twee of drie parallellen van deze muntbakjes gevonden. In veel betere omstandigheden, geconserveerd, maar wel in Egypte. In de oase van Fayoum zijn exact dezelfde muntweegbakjes gevonden. En waar is dit exemplaar gevonden? Dit is dus in Lommel gevonden, vlak tegen de Nederlandse grens aan. Helaas aan de Belgische kant van de grens. Maar in een graf dan? Of? Dat moet in een graf gezeten hebben, want het grafveld van Lommel is bekend om zijn mooie vondsten. Er zijn ook zwaarden gevonden en bronzen bekken en andere. Het is lang geleden zijn al die vondsten een keer opnieuw bestudeerd en... Dit had wel echt speciale aandacht van specialisten, omdat de grote vraag is natuurlijk, wat doet een muntweegbakje in een plattelandsgrafveld in de Kempen? Dat is onwaarschijnlijk, hè? Het is niet te begrijpen. Dus heeft het echt gefunctioneerd? Dus heeft men munten daadwerkelijk gewogen of heeft men goudstof of goudfragmenten of zilverfragmenten? Het dateert waarschijnlijk uit de late 6e en de vroege 7e eeuw, hè? Een vondst uit dezelfde periode als die net besproken is. Maar de grote vraag is, wat doet zo'n ding in onze noordelijke streken? Nu zijn die muntgewichtjes komen dus veel meer voor als losse dingetjes.
Maar zo'n heel bakje, zo'n heel setje, dat moet toch ook weer op handelscontacten wijzen? Ja, want ja, munten is een betaalmiddel om goederen aan te kopen, om te verhandelen. Nou ja, om te beginnen het bakje zelf. Dat komt dus ergens uit Egypte waarschijnlijk en is in Londen terechtgekomen. Dus. Maar komt misschien meer naar hier als een prestigeobject dan echt een utilitair object? Of? Het zou kunnen, hè. Maar... Ja. Het is natuurlijk wonderlijk dat men het ook intact heeft. Het is niet opgesplitst, de muntjes, de gewichtjes zijn niet verspreid geraakt. Men heeft het als een intact bakje blijkbaar in zo'n graf. Nou, kan je dus voorstellen, we spraken lang geleden hier isotopen en DNA. Je zou wel eens willen weten wat voor isotopenprofiel die persoon heeft. Waar die vandaan komt. En het duidt natuurlijk op die lange afstandscontact. En het bakje zelf geeft aan hoe lang die wel niet kunnen zijn. Maar het is ook niet het enige exotische materiaal dat in die grafvelden bij ons terechtkomt. Ja, amber, granaatstenen, eigenlijk van heel ver mediterraan gebied, maar zelfs verder. Ja. Dat zijn dan zo proto-zijderoutes bijna? Of die... Het wonderlijke is dus dat je dat zijn dus routes die in de Romeinse tijd tot stand komen. Ja, en die blijven doorleven. En dat Romeinse Rijk, vloep, weg. Ja. Niet in één keer natuurlijk, maar is weg. Maar deze routes, die blijven bestaan, die blijven functioneren. Dat stort dus niet in. En dan hebben we het hier niet over een luxe grote handelsplaats en stad Tongeren of Maastricht of Antwerpen. We hebben het over Lommel. Nu een belangrijke plek in Noord-Limburg, moet ik zeggen. Maar in de vroege middeleeuwen een dorp. We hebben ook iets uit het grafveld van Brochem bijvoorbeeld, van de vorige aflevering. Ook Byzantijnse munten in het en grafveld van Brochem. En ook fibulae met granaat. Komt uit India. Dus, daar hebben we stukken van opgenomen ook in die aflevering. Dus, Er is geen enkel probleem om kralen uit India, uit oostelijke mediterrane gebied, uit Mesopotamië, uit Egypte te vinden. De zogenaamde Millefiori-kralen komen ook uit Egypte. Met andere woorden, die gemeenschappen die moeten veel opener geweest zijn. Die leefden helemaal niet zo geïsoleerd als dat wij lang hebben gedacht. Dat is weer terug die grote mobiliteit in de vroege middeleeuwen die daar uit blijkt. En de gedachte dat boeren geen toegang hebben tot chique spullen. Ja. Dat alleen maar voor aristocraten is. Het is gewoon... Langs de ene kant toegang, maar langs de andere kant... Waarom willen zij hun mensen begraven met exotische objecten, met zwaarden, met heel rijke, prestigieuze goederen? Ja, dat is de grote vraag, zeg maar. Waarom ze dat beginnen te doen in de tweede helft van de vijfde eeuw, neemt dat hand over hand toe. Waarom doen ze dat? En nog interessanter is de vraag waarom men daarbij zo heel nadrukkelijk het genderonderscheid maakt. Dat is in de Romeinse tijd in de crematiegraven nauwelijks het geval. Aardewerk en een heel enkele keer een fibula. De enorme noodzaak om dat genderonderscheid te benadrukken. Dus mannen met wapens. Mannen met wapens en vrouwen met sieraden. En niet alleen, maar ook sieraden van heel ver weg. Dus altijd is iedereen heel erg op productie gericht. Hè? Denk eens even vanuit de vraagkant. Deze boerengemeenschappen met dit soort grafrituelen creëren een enorme vraag naar aardewerk, naar hoeveel tonnen ijzer er per jaar in Noord-Gallië in de graven wordt gestopt. De ijzerproductie die moet echt sky high de lucht ingegaan zijn in de 6e en de 7e eeuw alleen al. En ja, dat is natuurlijk heel intrigerend dat een economie draait op basis van nieuwe rituelen in plaats van een ordinaire vraag van ik wil allerlei chique spullen hebben. Een beetje een cultureel aangedreven economie. Ja. En een economie ook geregeld door morele waarden en zo. Moet je nou hele ten dagen eens even komen kijken, zeg maar. En zijn die nieuwe rituelen bijvoorbeeld ook misschien te linken aan de opkomst van het christendom? Of dit gebeurt allemaal terwijl hier nog helemaal geen christendom is. De vroegste kloosters zijn midden 7e eeuw. Dus daarvoor, wanneer wij dus over dit soort grafrituelen spreken, is hier van christendom nauwelijks sprake. Tenzij... In Tongeren is er een hele mooie kerk en in Maastricht is er een hele mooie kerk. Een paar vroeg-middeleeuwse, vroeg-christelijke kernen misschien, maar het zijn misschien kernen die op het platteland... Als je een kerk op het platteland uit de late 6e en de 7e eeuw, die zijn er eigenlijk niet. We hebben geleerd dat die aflevering over de basiliek van Tongeren, die nog te beluisteren is uiteraard, is dat dat christendom bijvoorbeeld dat heel sterk samenhangt met die nieuwe elite die begint op te komen, die in de late Merovingische periode, de Karolingische periode. Maar als we het hebben over die nieuwe elite die begint op te komen, die laat Merovingische periode, dan kunnen we misschien overgaan naar het laatste object dat jij hebt meegebracht, namelijk die boog van Glon bij Tongeren. Ja.
En dat is ook weer zo'n heel, ja, een teken van rijkdom, maar ook weer connecties en lange afstand. Ja, ja, het is echt een wonderlijke... Het zijn architectuurfragmenten, stukken van twee bogen van verschillende grootte die gevonden zijn bij de afbraak van de vorige kerk in Glon, net buiten Tongeren. En toen vond men allerlei brokken architectuurfragmenten die ouder waren, maar ook drie inscripties. Hm. En die zijn wel heel cruciaal. Er is één inscriptie en die noemt een koning Sigibert. En dat moet Sigibert III zijn uit 633-656. Toen heeft men lang gedacht dat die bogen bij die inscriptie hoorden en dat we dus inderdaad in Glon, een plattelandsgemeente in het midden van de 7e eeuw, een hele, maar dan ook een hele chique kerk had. Maar daar is nu weer twijfel onderstaan. Er is nog een inscriptie, die is ook heel bijzonder, want die noemt een zekere meneer Grodewaldus, zeg maar. En dan is er nog een 11e eeuwse inscriptie. Maar die Grodewaldus, dat doet onmiddellijk denken aan de sarcofaag die in Amet is gevonden. En die is voor Grodoara, dat is een vrouw. Maar je hebt dus twee lieden die met hele interessante architectuur verbonden zijn. Die heten Grodoara en Grodewaldus. Dat moet een aristocratische groep in de Haspengouw zijn, denk ik. Dat kan haast niet anders, zeg maar. Maar nou, die bogen, die zijn helemaal... Het zijn geen gladde stenen, een heel mooi gebeeldhouwde stenen. Dat heb ik in Noord-Galië verder nooit gezien. Dan moet je naar Italië en dan zie je dit. Die kerk waar deze stenen bij horen, dat moet gebouwd zijn door mediterrane werklui. Dat kan haast niet anders. In opdracht van een hele chique aristocraat in de Maasvallei. Hoe ontstaat nou die aristocratie in de eerste helft van de 7e eeuw in Vlaanderen, in Nederland, in de Maasvallei? Iedereen kent Pepijn de Eerste, Pepijn de Tweede en Pepijn de Derde die dan koning wordt. We hebben geen enkel idee wat zijn herkomst is, waar zijn voorvaderen zitten. Waar komen die aristocraten vandaan? En hoe krijgen die grondbezit in Vlaanderen? Die aristocraten die zitten ergens in Parijs of die zitten... Want vanaf dat moment hebben we wel terug sprake van een aristocratie en groot grondbezit die bepaalde grote domeinen gaat oprichten. Ja. Dat is eigenlijk die kleine boerengemeenschappen die worden dan geïncorporeerd in dat... Sommigen. Er zullen vrije boeren blijven, zeg maar. Wij graven ook nederzettingen op waarbij mensen naast het huis liggen begraven met een zwaard en een saks en chique voorwerpen en gordelgarnituren uit Duitsland. Zijn dat dan afhankelijk? Vroeger was het idee, iemand met een zwaard, dan moet een vrije zijn, maar misschien... Wat is afhankelijkheid in die tijd? Hè? Je hebt een relatie tot een heer, misschien moet je één keer per jaar een half varken leveren en dat is het dan. Hè? Maar in de late 7e eeuw, die afhankelijkheid, dat is heel relatief, denk ik. Ja. En aan de kustvlakte hebben we ook dat beeld van dat grootgrondbezit dat dan uiteindelijk begint op te komen? God, veel minder, zou ik zeggen. Ik denk dat daarnet die vrije boeren lang, eigenlijk tot de opkomst van de graaf van Vlaanderen, in de late 9e, vroege 10e eeuw, dat die vrije boeren heel belangrijk blijven. Historisch-geografisch onderzoek van Dries Thijs heeft dat ook uitgewezen, dat je daar, bijvoorbeeld in die middenkust, die regio rond Leffingen, dat er eigenlijk een heel lange continuïteit zit, al van in de vroege middeleeuwen tot in de late middeleeuwen zelfs, van een soort vrije boerengemeenschap die ook wel enig tegengewicht kon in de schaal werpen tegen die pogingen van bijvoorbeeld de graven, dat zitten we lang na de Merovingersperiode natuurlijk, om dat gebied te gaan integreren. En dan komen we in een compleet andere periode eigenlijk. Oké, we hebben vandaag eigenlijk heel veel complexiteit gezien, hè? Grote mobiliteit. Voor mij is de vroege middeleeuwen was eigenlijk een beetje een grote blok, die Merovingersperiode, maar dat wordt nu toch veel meer gecompartimenteerd, in chronologische, maar ook in regionale zin. En wat ik vandaag ook heb geleerd, denk ik, ook uit de vorige afleveringen, die beide regio's die liggen na dat Romeinse Rijk echt aan de periferie van de macht van de Merovingers en andere dynastieën. Die belastingen vallen weg, dus dat wordt niet meer afgeroomd eigenlijk. En de economie die van onder wordt opgebouwd, is dat misschien de kiem van de bloei in latere periodes? Nou, een van de meest wonderlijke ontwikkelingen natuurlijk in ons gebied is dat je een samenleving hebt die van de grond af opnieuw moet worden opgebouwd. In het midden van de vijfde, dat in hoofdzaak door boerengemeenschappen gebeurt, zeg maar, zonder al te veel aristocratische en koninklijke sturing. En dat deze economie leidt tot ontwikkeling van het centrum van Europa in toch grote delen van Vlaanderen, zeg maar. Karel de Grote komt hier vandaan. En de grote vraag is waarom zo'n machtig iemand en zo'n belangrijke aristocratische groep in een gebied zich kan ontwikkelen wat van onderaf is opgebouwd. Ja, dus toch een beetje vrijheid, blijheid. En misschien dat onze politiek er nog wel iets van kan opsteken.
Mooi, het zit er alweer op. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de Archeotoog, The Dark Ages. Ik vond het echt een heel verhelderende reeks, zowel letterlijk als figuurlijk. Bedankt aan Frans Theus en Pieter-Jan Dekkers om langs te komen aan de Archeotoog. We hebben heel wat bijgeleerd. En bedankt ook aan de mensen van de Heemkundige Kring Wissekerke voor hun gastvrijheid. En aan Marleen, Ludwin en Chris voor het werk achter de schermen. En wie er natuurlijk nog een en ander wil bekijken, de foto's van de voorwerpen die vandaag aan bod zijn gekomen, of achtergrondinformatie of links om ons te beluisteren, die heeft er één adres. Dat is www.onroerenderfgoed.be/de-archeotoog. Vergeet niet om ons te volgen op je favoriete luisterplatform, want zo komen nieuwe afleveringen van de Archeotoog automatisch in je feed terecht. Bedankt, heren. Daar is ons nog één ding om te doen, namelijk eens flink klinken en er nog iets op drinken. Bedankt voor langs te komen. Oké, okay, veel plezier. Gezondheid. Ja, gezondheid. Kink.